Anderhalve week geleden deed PVV'er Wullink het voorstel om exotische dieren als Schotse hooglanders en koningspaarden het land uit te zetten. Wilders liet weten het een gek voorstel te vinden dat zeker geen PVV-beleid is. Over andere Gelderse onderwerpen had de PVV-leider geen uitgesproken mening. Behalve over de aanpak van de probleemjongeren in de Culemborgse wijk Terweijde, die vorig jaar voor rellen zorgden en nu worden begeleid door gezinscoaches. Ik vind dat we in Nederland al te vaak knuffelen met buurtpsychologen, regisseurs en noem maar op. Ik zeg niet dat het niet moet. Ik zeg alleen maar dat dat hooguit iets is wat extra kan gebeuren. Ik vind dat je eindelijk in Nederland een keer stevig tegen het tuig, want dat is het, wat buurten onveilig gaat, wat zorgt dat de dochters van mensen niet over straat kunnen, dat vrouwen voor hoer worden uitgescholden, dat ze in elkaar worden geslagen, van tasjes worden beroofd. Die mensen, de slachtoffers, die moeten we een keer gaan beschermen en de daders keihard aanpakken. Ik denk dan niet meteen aan straatcoaches of buurtpsychologen of weet ik wat iedereen verzendt. Van Wilders is bekend dat hij fors wil bezuinigen op de publieke omroep, waar Omroep Gelderland ook deel van uitmaakt. Maar die regionale omroep heeft wat hem betreft wel bestaansrecht. Ik weet hoe belangrijk ook het is voor mensen om regionaal nieuws te kunnen zien. En wat ik hier heb gezien, het is volgens mij niet alleen een hele professionele organisatie, maar ook mensen die wel hart en passie hebben voor een zaak. Ja, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat dat moet verdwijnen. Alleen u kunt mij niet kwalijk nemen dat als het gaat om belastingcenten van die publieke omroep, dat dat van mij ook wel een tandje minder mag.